Project van Gideon om lekkere koekjes te gaan bakken. En hoeveel kilometer kan ik zonder benzine? Dan kan je 5 kilometer ongeveer. Jouw idee, Giet? Ja. Koekjes bakken. Leuk. Mijn maatje kan gewoon zo. Kijk. Kan mijn maatje zo. Zo erop plakken, hier wat duwen. En zo erop halen. Zo, om de rand. En dan pak je hem eraf. En dan... Twee. Hij is 2 jaar. Hij is 3, Gideon. Oh, 3. Ik ben toch 3. Even oud. Jongens, wil je toch deze? Kan je nog gebruiken? Project van Gideon om lekkere koekjes te gaan bakken. Hij heeft helemaal zelf deeg gemaakt. Kijk en rol. Gideon heeft helemaal zelf deeg gemaakt. Met mij. En hij helpt zijn broertjes om de koekjes te maken. Ja, leuk hoor. Ja. En gezellig hier. Zo. 3. Kijk. Ja, doe maar niet te hard. Dat zie je. Is het nog leuk? Ik vind het een beetje eng. Het is vandaag gewoon een heel gezellig dagje. Dinsdag. En mama die is dan aan het werk. En wij moeten het dan even zelf redden, hè? Lekkere koekjes gebakken. Hey, proost. Dat hebben we verdiend vandaag. Je hebt ook honger, hè? Kijk eens. Lekker. Hey, hallo. Hey, hoi. Mama! Hey. Mama! Hallo. Ik ben op de snelweg bij Utrecht in de buurt of zo. Maar er is heel veel file. En wij zitten lekker aan tafel, heel gezellig. Ja. En hoeveel kilometer kan ik zonder benzine? Knippert nu. Hoeveel kilometer kan ik dan nog? Dan kan je 5 kilometer ongeveer. Nee, echt serieus, meid, want ik heb geen portemonnee bij me. Oh, lekker dan. Oh, gaan we dat oplossen? Hoeveel kilometer kan ik? Je kan heel hard bidden dat er nog dat een kruikje van de weduwe, zeg maar. Oh, ik ga Martijn bellen, die komt langs me rijden. Oh ja, doe dat maar, ja. Oh, wat stom is dit. Ik haat dit. Ja, doei. 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 Nu moet een collega die moet naar haar toe komen met geld om te gaan tanken. Want als je de tank zeg maar te veel leeg rijdt, een diesel dan, en je komt dan echt zonder te staan, dan loopt die vast, zeg maar. Dat is niet goed voor de motor. Dus we gaan het zien. Het zal nog wel even duren voor mama thuis komt. Daar komt Gertie. Heb je het allemaal gered? Nou, ik ben gelukkig thuis gekomen hoor. Dankzij de directeur. Die reed een paar kilometer achter me. Dus ik had hem gebeld, want ik wist het, want we kwamen samen uit hetzelfde gesprek. Dus die heeft even zijn bankpas ingevoerd en toen kon ik toch tanken. Als was je niet meer thuis gekomen, denk ik, hè? Nee, anders had jij moeten rijden ergens naar mij toe. We hebben het helemaal gered hier, hoor. Ja, joepie. Heel gezellig. Oh, ja? Mooi. Ze liggen bijna op, hè? Oh, goed zo. Mag ik nog even een kusje geven en dan gaan wij nog even weg. Ja.